Hoi allemaal, vandaag. Zo, excuses voor mijn stem allereerst. Klinkt een beetje raar, maar gelukkig hoef ik voor deze video niet zozeer gebruik te maken van mijn eigen stem. Want ik ga vandaag een challenge doen. En deze heb ik de afgelopen tijd best wel op internet voorbij zien komen. En ik dacht, ja, dat vind ik echt super leuk. En ik heb Jeroen van Wal dus overtuigd om daar ook aan mee te werken. We gaan gewoon eventjes mijn gare stem vergeten. En we gaan over naar de stem van Jeroen. Want hij gaat eigenlijk de make-up tutorial die ik aan jullie laat zien. Is een hele simpele look die ik eigenlijk bijna dagelijks draag. Hij gaat aan jullie vertellen hoe ik het heb gedaan. En hij gaat dus de voice-over van deze video doen. Superleuk, ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. En laten we eens beginnen. Nou, daar gaan we dan. Hoi allemaal. Onleesbaar. Krempje op het oog. Goed smeren. Heel goed smeren. Inglot. Dat is een palet met, ik denk, oogschaduw. En ze gaat voor rechtsonder. Hoppa. Daar gaat het dan. Er wordt uitgesmeerd. Nog meer erop. Voor het andere oog. Een andere kleur. Oh, voor de boven. Oké. Okay. Wordt donkerder. Nou. Wordt goed dik uitgesmeerd. Nog een kleurtje. Oh, dat gaat blenden, heet dat, denk ik. Mooi door elkaar blenden. Dan wordt het een beetje bruin-roodachtig. Schitterende combinatie. Oh. Kijk, de andere oog is ook in de buurt. En nog een kleurtje erbij. Hoppa. Ja. Ja, wat wordt er nou voor kleur? Kijk, onder de ogen. De wallen wegwerken. Ja, hier valt eigenlijk vrij weinig over te vertellen verder. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Goed smeren. Er komt een wattenstaafje aan te pas. Dan is iets te veel gesmeerd. Nu ze toch aan het smeren is, kunnen we even verder wat vertellen over wat je allemaal op de kamer ziet. Je ziet een schitterend bruine foto links in het scherm. Ik vind het gewoon heel mooi. Een bruine kleine kerstboom staat er ook. Kijk, we gaan nu naar het paars toe. Het paars gaat ook op het oog. Dan heeft ze dus een linkeroog heeft ze alleen maar bruin gedaan. En dan zegt ze, oh nee, ik was te voorbarig. Oh, dat is weer onleesbaar. Daar moet je toch even wat aan doen de volgende keer. Net boven de wimpers. Accentueert het mooi, denk ik. Kijk, dan gaan we het oogballetje eruit wippen. 3, 2, 1. Achie. Ah, pa. Ja, nou moet je het allemaal weer terug krullen. Make-up forever. Hoppa. Kijk, dit gaat sneller. Hier hou ik van. Gewoon lekker met je volle hand erin wrijven. Zo. Dan zijn we klaar. Oh nee, dan zijn we niet klaar. Kliniek Bibi. Op de kwast. Zo. Iets beter. Al die oneffenheden. Ja, ja, daar inderdaad. Ja, nog iets uitwrijven. Born this way. Kijk, ja, je bent iets te wit, dus dan gaan we er een wat donkerder kleurtje op smeren. Dan heb je straks een bruine hoofd en een witte nek. Oh, dat is alleen op je wallen zo te zien. Het is eigenlijk een kwestie van aanbrengen en uitsmeren. Heel veel uitsmeren. Wat is dat nou? Potlood. Oh ja, de wenkbrauwen die worden iets meer aangezet. Epileren, dat ging iets te ver. Nou is het eigenlijk elke dag herstelwerk. Kijk, nou die rechter nog. Het is ondertussen licht geworden buiten. Hé, hey, verkeerd op. Over de jukbeen erheen. Dat is heel belangrijk. Zo, zeg de poeder eraf komen daar. Bruin. We gaan voor bruin vandaag. Dat is een bruine highlighter. Dat zorgt voor een schitterend effect op de jukbeenderen. En in het haar. Je haar aanzet vooral. Zoals je wat kalend bent, is dat de ideale oplossing. Eigenlijk gaat het best makkelijk. Iets wat voor de jukbeenderen is, dat wordt gewoon over het hele gezicht heen gesmeerd eigenlijk. Color Pop. Dat is de highlighter. Oh ja, kijk, dat is wel mooi. Glimt een beetje. Color Pop. Midi. Color. Oh, dat is voor de lip. Om het helemaal af te maken. Een beetje een rozige lippenstift. Een beetje vettige look. Dan gaan we de haren doen. Oh nee, we zijn klaar. Kijk. Ja, het is toch wel mooi geworden. Heel mooi. Ja, heel mooi. Hoi. Ja, hoi. Hallo. Graag gedaan. Pickfairytale.net.